op het moment dat jij bewust bezig bent met gezonder eten, ben je ook bezig met duurzaamheid. En op het moment dat jij bezig bent met duurzaamheid, ben je ook bezig met gezonder leven. Want dan eet je het wel vaker plantaardiger. Je kiest minder rotzooi. Dus je bent ook bezig met chemicaliën in je lichaam stoppen. Van bijvoorbeeld make-up of kleding zelfs. Dat doe je ook niet meer. En zo heeft zeg maar alles daarop invloed. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Lopke, diëtist met een groen hart en host van deze show. Deze podcast staat helemaal in het teken van gezond en bewust leven, duurzaamheid en persoonlijke groei. Ik neem je mee in mijn eigen ontdekkingsreis naar een gezond, duurzaam en bewust leven en wil je op die manier een helpende hand bieden om de gezondste en groenste versie van jezelf te worden. Geniet van deze show en vergeet je niet te abonneren en laat me middels een review of beoordeling weten wat je van deze podcast vindt. Jouw feedback is voor mij namelijk ontzettend belangrijk. Het helpt me enorm om relevante onderwerpen te behandelen en leuke gasten in de schijnwerpers te zetten. Dus laat alsjeblieft een review achter. Je input wordt echt zeer gewaardeerd. Lieve luisteraar, daar ben ik weer terug van weg geweest. Het is eventjes geleden sinds ik een podcast heb gelanceerd. Hoogste tijd dat er weer een nieuwe aflevering online komt. Ik heb er goede redenen voor. Er komen een aantal hele mooie dingen aan waar jij als luisteraar, als iemand die graag gezonder plantaardiger wil eten, jij hebt daar wat aan. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig geweest met een 3-daags plantaardig dagmenu. Dat kan je binnenkort downloaden vanaf mijn site. 9 super lekkere, simpele recepten die ook nog eens een heel dag menu vormen, dus 3 ontbijtjes, 3 lunches en 3 avondmaaltijden. Geheel plantaardig of course, makkelijk te maken en super lekker. Dus hou mijn website in de gaten, dan zie je vanzelf wanneer je dat kan downloaden. Daarnaast is er nog een ander mooi project waar ik mee bezig ben geweest, waar ik nog niet te veel over kan zeggen, maar waar jij ook heel veel aan gaat hebben. Hou vooral mijn nieuwsbrief of mijn Instagram in de gaten. Via die weg breng ik iedereen namelijk als eerst op de hoogte. Maar nu voor jou een nieuwe podcast, een verse nieuwe podcast. En deze keer met Maartje Bregman. Maartje Bregman die zou je kunnen kennen van haar blog Life of Maart. Ze is blogger dus en ze post heel veel over voeding. Met name ontbijtjes, dat is haar favoriete moment van de dag. Sporten ook. Ze is fanatiek hardloopster. Heeft ook in het verleden een marathon gerend. Daarnaast post ze heel veel over duurzaamheid. En in meerdere mate ook over zelfliefde. En dat zijn dan ook precies de onderwerpen waar ik het met haar over ga hebben. We hebben het dus over voeding en waarom Maartje meer en meer plantaardig is gaan eten. En ik denk dat het heel leuk is om naar Maartje haar verhaal te luisteren. Als je zelf nog iets meer op ontdekkingsreis bent in die hele wereld van plantaardig eten. Ik eet zelf namelijk natuurlijk 100% plantaardig en dat doe ik al een paar jaar. Maar ik kan me best voorstellen dat als je daar nog maar net mee begint, dat ik als voorbeeld misschien eigenlijk iets te ver weg sta van waar jij nu bent. Het verschil is dan veel te groot. Als je iemand hebt die net een treetje boven jou staat in de ladder van hoe ver je al bent met duurzamere keuzes maken, of in dit geval dan hoe ver je al bent met plantaardiger eten, dan is het soms juist super inspirerend en behulpzaam om juist van iemand te horen die misschien net ietsje verder is dan jij, maar nog niet heel veel verder is dan jij. En dat vind ik juist heel erg leuk om dan ook een podium te geven van god, hoe pakt zij het nou aan? En waar is zij in die reis? En als je op dit moment dus zelf nog heel erg zoekende bent in plantaardiger eten, hoe pakt dat aan en welke zaken loop je tegenaan? Is dat misschien veel inspirerender om naar te luisteren dan iemand die al 10 stappen verder is? Dus ik hoop dat je gaat genieten van het leuke gesprek wat ik had met Maartje Bregman. Voor ik de podcast start, wil ik je natuurlijk zoals altijd even bewust maken van de sponsor van de show. Dat is namelijk Yogi & Youssef. Zij verkopen namelijk werkelijk de lekkerste dadels en dadelproducten. Deze dadels zijn namelijk echt anders dan je ze gewend bent. Ze zijn veel zachter, veel romiger en ze hebben zelfs een beetje een karamelachtige smaak. En dadels zijn natuurlijk gewoon super gezond. Als je een baksel maakt of gewoon houdt van zoetigheid om te snoepen, dan zijn dadels echt de allerbeste zoetmaker die je kan kiezen. Beste in de breedste zin van het woord. Super lekker, super zoet. Dus het kan ook echt suiker evenaren. En super gezond, want ze zitten vol vitamine en mineralen. En daarnaast verwerken ze deze dadels dus ook in
hele gezonde spreads, waarmee ze ook nog eens verspilling voorkomen. Want daarin gaan dan de wat minder mooie dadels. Maar ja, als je ze pureert, dan zie je dat niet meer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar deze producten, dan zou ik zeggen, ga naar de webshop. De link daarvan die vind je in de show notes van deze podcast. Ga naar de website, bestel die dadels, ze zijn super lekker. En reken vervolgens af met de code LOPKE10. Dan krijg je namelijk 10% korting op je bestelling bij een minimale besteding van 15 euro. Ook de kortingscode die vind je in de show notes. Goed, dat was alles wat ik wilde vertellen voor het gesprek start. Ga ervan genieten en hopelijk inspireert het je weer, waardoor duurzaam leven, plantaardig eten, gezonder leven en ook misschien hoe je tegen jezelf praat in je hoofd, dat is ook natuurlijk ontzettend bepalend voor je gezondheid, dat je daar weer wat beter mee om kan gaan, wat gebalanceerder en vooral wat zorgelozer in het leven staan en wat zelfverzekerder. Dat is denk ik een oplossing voor een heleboel problemen in deze wereld. Veel plezier met het gesprek van Maartje en ik spreek je nog even aan het eind van de show. Nou, we zitten op de veel te warme kamer van Maartje, maar we hebben het ervoor over. Ja, precies. Nou, het raam moest dicht voor de betere opnames. Maar... ja, allemaal voor de luisteraars. Precies. Nou, superleuk dat ik hier mag zijn. En ik zei al Maartje, ik heb al een keer een andere Maartje geïnterviewd, maar dit keer is Maartje Brechtman. Kan je jezelf even voorstellen? Wie is Maartje? Wat doet Maartje? Waar kunnen we Maartje van kennen? Nou, ik ben Maartje. Ik studeer fysiotherapie in Eindhoven. Je kan me kennen van mijn blog of mijn Instagram, Life of Maart. En ja, daar vertel ik eigenlijk over sporten, over duurzaamheid, over voeding. En het was voorheen gezonde receptjes, maar dat is een beetje veranderd in de afgelopen paar jaren. Eigenlijk in de afgelopen jaar is het natuurlijk echt de naamsverandering plaatsgevonden, maar daarvoor natuurlijk al de mindset. En verder, ik hockey. En dat vind ik heel leuk. En niet alleen hockey, volgens mij hardlopen. Hockey, hardlopen. Ja. Af en toe wielrennen. Af en toe wandelen. Zwemmen ook nog tegenwoordig. Zwemmen tegenwoordig. Ja. Hey, en even over je blog. Want dat fit, daar wil ik het sowieso ook nog even met je over hebben. We hadden het er hiervoor al even over. Je gaat al even mee. Je bent nog super jong, maar in de blogwereld ga je al jaren ben je daar bezig. En... weet je nog hoe je blog is ontstaan, wat de aanleiding was? En ik vind het vooral interessant, hoe is het veranderd de afgelopen jaren? Ja, ik noem mezelf ook altijd de granny van de gram. ik zit al zo'n 8 jaar denk ik op Instagram. Het begon echt heel erg toen ik vroeger van mijn ouders moest gaan koken. En dat ze zeiden van zet maar iets op tafel. En dat ik dacht van, shit, nu, wat moet ik doen? Hoe werkt dit? Hoe werkt een gasfornuis nou? En ik vond het heel interessant, dus ik ging hier opzoeken. Altijd al voeding en gezond zijn heb ik altijd heel interessant gevonden. Alhoewel ik ook heel erg van snoepen en zo hield, vond ik wel altijd groenten en fruit. Ik weet niet, het fascineerde me op een of andere manier. Ik vond het altijd wel heel interessant. Toen heb ik een kookboek gekocht van Rens Kroes. Daar ben ik eigenlijk mee, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. En vanaf moment 1 volg ik Rens Kroes. Zij is mijn eerste, zeg maar... die volgt. Ja, precies. En tot op de dag van vandaag nog steeds. En zij kookt natuurlijk vegetarisch. En mijn moeder is vegetarisch. Dus zo is dat eigenlijk een beetje... kwam die interesse. Toen heb ik een artikel gelezen over dat vegetariërs 20% dunner zijn dan vleeseters. Nou, als puberale 14-jarig meisje was ik daar heel gevoelig voor. Oh. Dus toen dacht ik, ga het gewoon een week proberen. En dan zien we wel of ik het leuk vind. Nou, mijn moeder was natuurlijk meteen enthousiast. Want ja, zij is ook al heel lang vegetarisch. Dus ze had zoiets van, dat vind ik al heel goed dat je dat doet. En het beviel me eigenlijk echt heel goed. En ik merkte ook dat er... toen ik daar zeg maar eenmaal mee was begonnen, wilde ik natuurlijk eigenlijk wel meer weten. Buiten dat het dan waarschijnlijk dus gezond voor je was. En hoe meer research ik deed, hoe interessanter ik het vond eigenlijk. En ja, ik ben eigenlijk gewoon op mijn blog en op mijn Instagram gaan delen over voeding. Dus het is echt begonnen met alleen maar mijn ontbijtjes. Zonder mijn hoofd te delen. Ik had het ook tegen niemand verteld. Mijn ouders niet, mijn vrienden niet. Niemand wist ervan. En toen ben ik gewoon gaan beginnen. En toen... vonden mensen dat blijkbaar interessant. Er zaten op dat moment nog niet heel veel mensen op Instagram. Maar die mensen die erop zaten, ja, die volgden mij. Dus toen ben ik al een beetje gegroeid. Een paar keer ook zeg maar receptjes nagemaakt. Dus van Rens Kroes heeft zij mijn eigen repost. Dus nou ja, dan groei je ook. En nou ja,
ik ben meegegroeid met Instagram. Dus toen op een gegeven moment kwam de Fit Girl periode. Dus toen ging ik naar de sportschool. Eiwit shakes, 3 keer per dag bijna. En juices, weet je wel. Juice cleans heb ik nog meegemaakt. En uiteindelijk kom je er natuurlijk achter van... Maar wat wil ik? Heel leuk, al die trends en al die dingen. Maar waar sta ik nou eigenlijk voor? Dus dat is denk ik wel echt een beetje die transitie die ik heb meegemaakt. Dat je echt als tiener nog heel erg gevoelig bent voor allerlei prikkels van buitenaf. En afgelopen januari heb ik voor mezelf besloten van wat wil ik? En ik ga nu in plaats van dat ik tijd ga besteden aan alle wat iedereen allemaal wil, wat wil ik? En nou ja, die mindset is natuurlijk de jaren daarvoor al een beetje gegroeid. Dus ja, daar ben ik toen meer dingen over gaan opzoeken. En ik vond op een gegeven moment die hele receptjes, dat was nooit al echt helemaal mijn ding geweest. Hoewel ik het super interessant vond, wilde ik eigenlijk veel meer over mijn leven zelf delen. En toen had ik op een gegeven moment met mijn vriend een gesprek daarover. En toen zei hij ook van, maar als jij niet gelukkig wordt van receptjes posten, waarom doe je het dan nog? En toen dacht ik, ja, maar mensen willen dat. Snap je? Mensen vragen daarom. Mensen zitten daarop te wachten. En toen zei hij, ja, maar er zijn toch heel veel anderen die dat ook kunnen? Waarom zou jij dat dan ook nog willen doen als het jou zoveel energie kost? Nou ja, dus toen ben ik daar wel echt over na gaan denken. Toen op een gegeven moment heb ik ook die keuze gemaakt van... Oké, dan ga ik het wel echt een beetje veranderen richting duurzaamheid, richting sporten. Want dat vond ik ook wel interessant. Ik had een marathon gerend. Dus toen ben ik dat ook heel veel gaan delen. En zo is eigenlijk ook een beetje die verschuiving vanuit de receptjes naar nou ja, live op maart gekomen. En kan je nog een duidelijk moment herinneren dat je dacht van... Waarom doe ik het eigenlijk nog? Nou, ik weet nog dat ik... Ik werd in... Wat zal het zijn? Ik denk april 2019 of zo. Misschien iets later. Genomineerd voor de Women's Health Foodie Award. En op dat moment dacht ik van... Ben ik wel een foodie? Oh. Zeg maar, die trigger kwam heel erg van... Uiteindelijk heb ik hem gewonnen in december. Wat super cool was. Maar toen heb ik hem gewonnen omdat ze zeiden van... we vinden het heel cool hoe jij jouw platform als foodie inzet voor duurzaamheid. En dat jij op die manier voeding in een veel breder perspectief trekt. En dat je het op die manier eigenlijk ja, vertelt aan mensen. En juist doordat ik die transitie heb gemaakt, zeiden ze van... hey, dat is een changemaker, zeg maar. Die vinden we cool. Kijk. Ja, ik wil het zo nog uitgebreid met je hebben over duurzaamheid, uiteraard. Maar ik zat even te snuffelen op jouw site. En toen las ik... mijn blog draait om balans, bewustzijn, duurzaamheid en zelfliefde. Ik denk dat je dat bereikt door een gezonde levensstijl. En dat vond ik echt een hele mooie uitspraak. Maar tegelijkertijd vond ik hem ook best wel een beetje wollig. Dus ik vroeg me af, ja, niet heel concreet... Van, kun je vertellen wat volgens jou dan een gezonde levensstijl is? En waarom een gezonde levensstijl dan leidt tot balans, bewustzijn, duurzaamheid en zelfliefde? Ja, een gezonde levensstijl is volgens mij dat je lang en gelukkig oud kan worden. En dat heeft natuurlijk ook heel erg met kansen te maken. Sommige mensen worden gewoon ziek en kunnen daar niks aan doen. Maar waar je wel invloed op hebt, daar moet je dan wel invloed op uitoefenen. En dat komt denk ik ook wel heel erg door mijn achtergrond als in mijn opleiding bewegingswetenschap en nu ook fysiotherapie. Dat er heel erg de gezondheid van de patiënt staat centraal. En wij verzinnen dan allerlei manieren om die gezondheid weer op peil te krijgen. En wat doen wij daarvoor? We geven advies over voeding. En we geven geen voedingsadvies, maar we geven echt lifestyle advies. Een soort van waarin voeding een onderdeel is. En we geven bewegingsadvies. We geven... trainingen en we geven dus ook ademtherapie of een vorm van meditatie en ontspanningstechnieken. En eigenlijk die drie componenten bij elkaar, dus dat hele goed voor jezelf zorgen, in zowel fysieke als mentale staat, zeg maar, dat maakt hoe gezond iemand is en of iemand van ongezond naar gezond kan. En het is een beetje een vage definitie, gezondheid, maar ik denk wel dat als je kan zeggen van ik ben gezond, dan heeft dat op veel meer vlakken te maken dan ik eet gezond of ik beweeg gezond. Het zijn echt zeg maar alle componenten bij elkaar. Ja, en je zou ook kunnen zeggen van nee, balans, bewustzijn, duurzaamheid en zelfliefde, dat is een gezonde leefstijl. Maar jij zei nee, dat leidt tot een gezonde leefstijl. Of nee, je zei het andersom volgens mij.
Oh ja, nee. Een gezonde levensstijl leidt tot balans, bewustzijn, duurzaamheid en zelfliefde. En dat vind ik echt heel leuk, want hoe leidt dan bijvoorbeeld... Ik kan het helemaal bedenken hoor, maar ik wil het gewoon van jou horen. Ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarover denkt. Hoe leidt een gezonde, bijvoorbeeld een gezond voedingspatroon, tot duurzaamheid? Of hoe leidt een gezond voedingspatroon tot zelfliefde? Ja, ik denk sowieso dat alles eigenlijk met elkaar verbonden is. En zeker nu ik... ik ben me er echt heel erg in aan het verdiepen. Ook natuurlijk omdat ik bezig ben met het schrijven van een boek over precies dit onderwerp. En hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer zeg maar alles echt invloed heeft op elkaar. Want op het moment dat jij bewust bezig bent met gezonder eten, ben je ook bezig met duurzaamheid. En op het moment dat jij bezig bent met duurzaamheid, ben je ook bezig met gezonder leven. Want dan eet je het wel vaker plantaardiger. Je kiest minder rotzooi. Dus je bent ook bezig met chemicaliën in je lichaam stoppen. Van bijvoorbeeld make-up of kleding zelfs. Dat doe je ook niet meer. En zo heeft zeg maar alles daarop invloed. En ook dus als je meer gaat sporten en meer gaat bewegen, dan heeft dat weer invloed op de duurzaamheid van jouw lichaam. Want duurzaam is natuurlijk eigenlijk van, dan gaat het langer mee. En je wilt natuurlijk zelf ook langer meegaan. Dus ja, duurzaam is een super breed begrip. En je kan dat, je wil dat de aarde langer meegaat. Daar wordt het nu vooral heel erg... duurzaamheid wordt vooral op de aarde betrokken. Maar duurzaamheid is denk ik ook iets wat heel erg voor jezelf geldt. Als jij zelf duurzaam leeft, dan ga je zelf ook lang mee. Ja, mooi gezegd. Hey, en van balans, bewustzijn, duurzaamheid en zelfliefde. Welke vind je zelf het uitdagendst? Zelfliefde. Ja? Ja. Ja, daar struggle je echt nog steeds mee. Ik denk dat heel veel meiden het wel herkennen dat ze altijd wel onzeker zijn over iets. Mannen ook, denk ik. Mannen ook, denk ik. Maar ik kan me alleen maar verplaatsen in vrouwen. en dat is eigenlijk nog nooit weggegaan. En ik kan er steeds beter mee omgaan. Maar het is nog steeds wel iets wat ik heel moeilijk vind. En ik heb het boek van Merel van Healthy Wanderlust gelezen over self-love talk. En ik vind haar podcast ook heel inspirerend. En zelfliefde is echt iets wat ik heel graag wil doen, maar ik geef mezelf gewoon nog niet altijd de tijd om daar ook echt aandacht aan te besteden. Terwijl het eigenlijk het belangrijkste is. Ja, misschien wel, hè? En wat vind jij er lastig aan? Want ik zit even zelf te denken. Ik bedoel, het is denk ik ook iets. Ik denk dat iedereen dat inderdaad wel heeft, hoor. Ik weet niet of ik het echt het allerlastigst vind, maar zeker een uitdaging. Een dagelijkse struggle. je kan natuurlijk. Bijvoorbeeld, soms is het wel eens lastig. Ik had het toevallig gisteravond nog. Dat je een lange dag hebt gehad en je weet in je hoofd, als ik echt lief ben voor mezelf, ga ik nu sporten. Dat is ook een manier van zelfliefde. Ja. Hè? En de stem in je hoofd zegt van blijf lekker zitten en pak er nog een bakje chips bij wijze van spreken. Maar de echte zelfliefde is, nee, ik ga bewegen. Maar je hebt ook zelfliefde als in, we krijgen... bijvoorbeeld via social media bepaalde voorbeelden te zien die denk ik heel eenzijdig zijn van wat de realiteit is. En je daar, jezelf daar dan niet aan eiken is ook zelfliefde. Wat voor, misschien nog een heel andere manier, maar wat voor manier van zelfliefde ben jij zelf dagelijks uitdagend? Nou, ik vind het wel grappig dat je zei over social media en reclames. Want daar wordt heel vaak gezegd van zelfliefde is iets wat je kan bezitten. Ga naar de sauna of naar de spa. En pak deze zelfliefde of zo. Alsof je het kan vangen, in je zak kan stoppen en altijd bij je kan hebben. Maar voor mij is zelfliefde echt heel erg jezelf op prioriteit nummer 1 zetten. En ik ben heel goed in anderen pleasen en vooral taken uit handen nemen. Ik ben ook heel erg een control freak. Wat soms in mijn voordeel kan werken, heel vaak ook niet. En dat zorgt er gewoon voor dat ik altijd alles wil doen. En alles zelf wil doen. En dat is heel leuk. Ik ben ook heel ondernemend ingesteld. Dat ik heel erg van aanpakken hou en dingen doe. Maar in dat proces vergeet ik mezelf. Snap je? Dan ben ik zo druk bezig om het voor anderen goed te doen. Zodat zij dingen optimaal kunnen doen. Dat ik denk van, ja en nu dan? Nu ben ik de hele dag bezig geweest met dingen voor anderen. En nu zit ik hier en nu ben ik gewoon leeg. En dan kan ik niet meer doen wat ik zelf wil doen. Ja. Dus daarin heb ik, ik heb dus in januari bedacht van ik ga meer zelfliefde beoefenen. En ik heb een doelenbord gemaakt. Die staat hier op mijn kamer ook. Die kan Lopke zien, jullie niet. Hele mooie doelen. Ja, en vanaf dat moment heb ik ook gezegd van oké, waar word ik echt gelukkig van? Wat wil ik doen? Meer tijd voor meditatie, meer yoga, meer
Meer sporten word ik gelukkig van. Maar ook mijn ontbijtjes maken, zonder dat ik het per se hoef te delen, vind ik gewoon het ontbijtje maken zelf vind ik ook heel leuk. Dat is echt een mooie, want dat herken ik zelf ook wel hoor. Dat je, en niemand die het van je vraagt overigens, hè? Dat zit in ons hoofd. Tuurlijk. Maar dat je inderdaad, ja, deze maal, dat is eigenlijk niet zo mooi. Maar ondertussen, ik post het dus niet. Ondertussen hou je in stand dat er een soort beeld wordt geschept dat ieder ontbijtje van influencer prachtig is. Want dat is niet zo, weet je. Dus het is inderdaad ook een dagelijkse, dat is heel herkenbare van, ja, deze foto is niet instaanwaardig, wel de realiteit. Daarom ben ik ook zo blij met de stories tegenwoordig. Dan kan je daar gewoon je lelijke foto's op zetten, dat je nog een soort van, hè, keep it real. Juist, ja. Ja. Maar inderdaad, de urge dat je het zou moeten posten. Of dat je al een tijd niks hebt gepost. Ja, die voel ik echt nog steeds. Dat is inderdaad ook geen... Ik heb er niet zo over nagedacht, maar dat is geen zelfliefde. Nee, dat is niet. Dat doe je niet voor jezelf. Nee. Ja, precies. Maar ja, ik vind dat nog steeds wel een moeilijk begrip. Maar aan de andere kant ook wel weer een uitdaging. Want dat maakt het wel leuk om ermee bezig te zijn. Ik vind nu bijvoorbeeld lezen vind ik echt heel fijn. Dus elke dag probeer ik minimaal 10 minuten tot een half uur gewoon te lezen. Want dat is dan eventjes mijn ontspannings- en rustmomentje. Kijk. Ja. Een concrete tip. Precies. Hey, en ik hoorde je net ook al een paar keer zeggen over sporten. Want je zei yoga en nog een paar dingetjes volgens mij. Maar ja, we hadden net al gezegd van nou hardlopen, zwemmen. dat is wel een belangrijk ding of een belangrijk element van jouw leven. Wat biedt sporten jou? Alles, letterlijk. Ik kan er mijn energie in kwijt. Ik heb altijd heel veel energie en... Als ik niet heb gesport, dan lig ik in mijn bed gewoon te shaken van ik moet iets doen. Maar ook echt een vorm van therapie zonder dat dat heel zwaar beladen is. Dus gewoon echt even mijn hoofd leegmaken. Eventjes de prikkels van de dag verwerken. Maar ook gewoon een manier om fit te blijven. Ik ben iemand die heel erg van eten houdt. Maar als ik niet zou sporten, dan zou ik echt 10, 20 kilo zwaarder zijn, denk ik. Dus in die zin een beetje gewoon fit blijven en dat in stand houden... En ja, gewoon je lichaam gezond te houden. Want dat leren we natuurlijk nu ook heel erg op de studie bij fysiotherapie zeker. Dus dat bewegen centraal, omdat het zoveel voordelen heeft voor je bloedvaten, voor je zenuwen, voor je spieren, voor je zicht, voor je proeven, letterlijk voor alles in je lichaam. Om dat maar goed te laten functioneren, moet je gewoon bewegen. En in welke mate van intensiteit dat ook is, dat is gewoon goed voor alles eigenlijk. En ik ben er ook heel erg mee opgegroeid. Mijn ouders zijn allebei heel sportief. Dus wij hebben ook... Ik weet ook niet anders dan dat ik gewoon lekker aan het sporten was. En dat altijd heel leuk heb gevonden. En ook altijd daar heel competitief in was. Ja. Ja, dus dat... Ja, het is echt een onderdeel van mij. Ja. En ik wou vragen, hoe motiveer je jezelf? Maar volgens mij is het helemaal niet nodig. Nou, ik heb ook wel eens dagen dat ik denk van... Oh, ik heb echt geen zin. Maar dan denk ik weer van... Ik heb dan twee dingen van... Oké, ik ga nu toegeven aan mijn geen zin en ik ga niet. Want die dagen heb ik er ook en dat is ook helemaal oké. En soms denk ik ook van kom op Maart. Even schop onder je kont en gewoon gaan. Want je weet hoe blij je ervan wordt als je terugkomt. En ik ben nog nooit teruggekomen van een run waarvan ik dacht van... Oh, ik wou dat ik dit niet had gedaan. Nee, die ken ik ook niet. Maar ik weet niet of jullie hierbij aansluiten. Wat ik wel af en toe heb is dat ik dan de ambitie had om 8 kilometer te rennen. En dan wordt het er 4. Maar dan kan ik toch tegen mezelf zeggen, ik ben gegaan. Dus als ik zeg maar laag in de motivatie zit. En eigenlijk is hetzelfde laag in de motivatie. Het is eerder laag in de energie. Ja. Dat ik laag in de energie zit. Dat ik denk van je hoeft niet die 8 of 6 in op 8. Maar als je er 4 hebt, al doe je er 3. Maar je bent gegaan. Ja, maar dat heb ik sowieso. Ik heb, ik liep vroeger wel eens met papa hard. En toen zei hij altijd, als ik moe was, zei hij. Maartje, elke stap die jij nu hebt gezet, die heb je gezet. En die hoef je niet nog een keer te zetten. En met die motivatie heb ik mijn marathon uit kunnen rennen. En die laatste 2 kilometer, ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. In mijn benen vlogen alle kanten op. Ik zag het gewoon niet meer. En elke keer in mijn hoofd ging dat stemmetje. Elke stap die je hebt gezet, hoef je niet meer terug. Je bent weer een stap verder. En door elke keer gewoon net die ene stap, die ene voet voor die andere voet te zetten, dan kom je er wel. Maakt niet uit welk tempo, hoe lang, hoe kort. Gewoon een paar stappen zetten en dan ben je zo weer terug. Juist. Hey, en om te presteren is voeding natuurlijk super belangrijk. En dan heb jij daar volgens mij, dat zei je net al een beetje wel,
je voedingspatroon in de transitie doorgemaakt. Een behoorlijk wat trouwens, want je had alle hypes goed gevolgd. maar hoe is jouw voedingspatroon veranderd? En wat ik nogal interessanter vind, wat was de aanleiding dat je überhaupt vragen ging stellen bij de keuzes die je maakte? Ik begon dus met, toen ik mijn Instagram startte, met een alleseter. Maar wel een bewuste alleseter. Niet per se qua dierlijk of niet, maar wel zitten er vitamine en mineralen in. Daar is eigenlijk mee begonnen. Omdat ik al heel snel erachter was dat je groente nodig had om sterk te worden. Even kort en bondig gezegd. Dus dat heb ik altijd al heel interessant gevonden. En toen ging ik eigenlijk, toen ik erachter kwam dat je van vlees, van stoppen met vlees eten dunner kon worden, toen ging ik me afvragen, maar hoe kan dat dan? En toen kwam ik er dus achter dat er dat er gewoon heel veel voedingsstoffen in zitten waar je lijf niet gelukkig van wordt. Dus dat was heel makkelijk. Dat was ook voor mij een hele makkelijke. Dat hoef ik niet meer te eten. Er zijn zoveel vervangers. En zelfs 7 jaar geleden, toen er nog niet zoveel vervangers waren, toen we echt een champignonburger hadden, zeg maar, als vervanger. En een broodje brie. Maar goed, dat weet je, dat was toen oké. Okay, want het was prima te doen zonder. En hoe meer ik... Ik moest me altijd gaan verantwoorden. Dus dan kwamen mensen, maar waarom eet je dat dan niet? En dan ga je dus eerst van, het is niet echt gezond om vlees te eten. Dan eet ik wel een banana's of zo, weet je wel. Elke keer moest ik weer iets nieuws verzinnen van, waarom eet je dat dan niet? Dus dan ga je een beetje research doen. Dus toen kwam ik al heel snel achter dat de bio-industrie, dat ik dat gewoon eigenlijk niet oké vond qua hoe vlees werd geproduceerd. Dat er dus een dier dood zou moeten gaan en zijn recht op leven, zeg maar, dat die verdwijnt omdat ik die per se op wil eten. Dat vond ik gewoon ethisch zo niet oké. Dat ik dacht van, met dit argument, hier kan je ook eigenlijk niks meer tegen inbrengen. Als ik me daar niet fijn bij voel, dan is dat gewoon oké. En toen later kwam ik pas op het stukje duurzaamheid. Dat er dus ook superveel water en CO2 en vervoer en natuurlijk de soja en dan weet ik wat die dieren allemaal krijgen. Dat natuurlijk totaal niet milieubewust is. Dus vlees was echt wel heel snel voor mij makkelijk. Dat ik dat zoiets had van, dat hoef ik echt niet meer. En toen ben ik eigenlijk... ik kende de term veganisme al wel langer. Maar het was altijd wel zoiets van, dat is wel extreem. En dat vertelde iedereen mij, dus dan geloof je dat. Iedereen vond veganisme extreem. Dus zonder dat ik daar verder echt over na had gedacht, vond ik dat ook extreem. Tot ik... En ik heb altijd wel iets gehad, als mensen iets zeiden, dan wilde ik een soort van het tegendeel bewijzen. Dus ik had stiekem al wel wat research gedaan, maar nog nooit echt die stappen durven maken. Omdat ik toch wel heel erg bang was ook voor reacties van anderen. Omdat ze me dan, ze vinden vegetarisch al vervelend. Dus dan kom ik aan met mijn veganisme. Dan weten ze helemaal niet meer waar ze het moeten zoeken. En toen corona begon, ben ik heel veel gaan wandelen en podcasts gaan luisteren. Onder andere deze podcast. En hoe meer ik erover wist dat melk en zuivel eigenlijk gewoon in dezelfde industrie zitten als vlees, dacht ik van, hoe hypocriet ben ik dat ik geen vlees eet, maar nog wel yoghurt eet. En ik was dus al in die tijd langzaam aan het minderen, maar heel erg onzichtbaar. Dus niemand wist dat, maar ik kocht geen kaas meer, geen yoghurt meer. Ik was al steeds meer aan het vervangen. Maar als ik dan bij anderen was, dan deed ik alsof er niks aan de hand was. Aan de hand was, alsof het een of andere ziekte is. Nee, maar alsof ik nergens mee bezig was. Precies. En toen ik dus steeds meer argumenten hoorde... als je al die argumenten wil weten, moet je maar even al die andere afleveringen in deze podcast luisteren. Maar toen dacht ik van, ik heb genoeg argumenten om het te kunnen weren tegen andermans meningen. En ik ga nu gewoon... ik ben niet 100% vegan, nog steeds niet. Maar ik ben wel... Ik denk 90% vegan en heel bewust. Niemand dus... is 100% vegan. We leven in een wereld, precies, die daar niet toegankelijk genoeg voor is. Ja, maar in elk geval... Maar ik denk dat... vind het wel interessant, want... Wat jij zegt, van ik ben 100% vegan, daar gaat het denk ik ook helemaal niet om. Het gaat om elke dag weer bewuste keus maken binnen de mogelijkheden die je hebt. Ja. En ook de kennis die je hebt. Ja. En dat woord zit wat dat betreft het misschien... Ik denk dat je het woord is meer een soort ambitie. Ja. Weet je, het is meer een soort... dat is de persoon die ik zou willen zijn, maar ik leef wel in een wereld die er niet helemaal
op is ingericht. Zo zie ik het. Ja. En ja, dat bedoel, komt dat bijvoorbeeld het klassieke voorbeeld, bijvoorbeeld van ja, draag je nog wat leren jasje wat je 5 jaar geleden hebt gekocht, weet je? Dat soort dingen, daar gaat het helemaal niet over, weet ja. je? Dat is helemaal niet waar het over hebben. Ja. Dus ook als luisteraar, echt, zo moet je er niet tegenaan kijken. Het gaat om een bepaald, wat voor mens wil ik zijn? En in welke mate is de persoon die ik nu ben en hoe ik leef, is dat in lijn met die persoon die ik zou willen zijn? En wat kan ik? Want ja. ik snap ook dat er inderdaad, nou ja, zeker in bepaalde landen, dat veel ingewikkelder is dan in Nederland. Zeker als je jongere bent en nog bepaalde ouders hebt met bepaalde gedachten hierover, dat het veel ingewikkelder is. Ja. Dus niet ik ben het niet, ik ben het wel. Nee, hoe ver, wie wil ik zijn en wat kan ik nu doen? En doe ik daar dan mijn best voor? Beetje zoals zelfliefde. Je kan het niet hebben, maar je kan je er wel naar gedragen. Juist. Dat idee. Ja. Dus ja, zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En nu ik ook bezig ben met dat boek, waarin ik ook heel veel over duurzaamheid schrijf en over gezondheid, ja, dan kan ik alleen maar meer mijn gevoelens die ik al had over veganisme veel meer bevestigen. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Ik merk ook dat toen ik begon, dat mijn etenspatroon wel echt anders was. En dat ik nu ik verder ben, gewoon alleen omdat ik meer kennis heb en meer bewust ben van dingen die er spelen. En mensen vragen me ook wel eens, ben je dan niet boos op jezelf van toen je dat nog wel at? Toen dacht ik, ja, maar toen wist ik dat ook nog niet. Dus hoe kan ik daar dan nu nog iets van vinden? Dat was gewoon toen niet, ja, toen wist je niet beter of zo. Dus dat is gewoon helemaal oké. Juist. Hey, en wie of wat heeft jou nou echt ontzettend geholpen in de transitie naar een plantaardige dieet? Een persoon, een boek, documentaire, film? Ik heb al documentaires gezien, maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik echt nogal snel ben afgeleid. Want toch op Instagram zit ik al 100.000 documentaire. Dus ik heb verschillende documentaires gezien, maar niet echt veel van opgestoken. Ik heb vooral heel veel aan podcasts gehad, omdat ik toen corona begon, heb ik een Daily Mail gedaan. Dus elke dag 1,5 kilometer hardlopen. Maar ja, dat werkt natuurlijk vaak al wel wat meer. En ik luister dus gewoon elke dag 1 tot 4 podcasts. Ja, wauw. Dat is echt veel. Dat is veel, mensen. Ja. En dat heeft me gewoon heel erg aan het denken gezet. En dan, dat blijft ook wel altijd heel vaak dan, als ik dan een podcast had geluisterd, dan zet ik daarna even muziek op om dan dat even te kunnen verwerken, zeg maar. En ik denk ook, ja, ik ben ook veel boeken aan het lezen. En dat, ja, dat werkt gewoon goed. Maar noem eens, als ik nu zeg, noem een bepaalde aflevering, noem een bepaald boek. Misschien is het niet per se degene met de meeste impact maar in jouw leven. Maar is er wel een die nu gelijk in je opborrelt. Dat je zegt, van nou, als je die vraag stelt, dan komt als eerste dit in me op. Nou, we hadden het net voor de aflevering nog even over van Ooit aten we dieren. Oh ja. Ja. Ik heb het boek dus nooit gelezen. Het staat nog steeds op mijn bucketlist. Maar, maar ik heb dus de podcast die jij met haar hebt opgenomen geluisterd. En dat ging ook heel erg over dierenwelzijn. En vooral ook over IQ van dieren. En over hoe je ze dan behandelt. Dus dat heeft me wel echt aan het denken gezet. En van Babette Porcelein natuurlijk. De Verborgen Impact. Ja. Dat is op het stukje duurzaamheid. En dat, zeg maar, het stukje over energie vond ik allemaal best wel saai. Maar het stukje over spullen, kleding en vlees vond ik wel best interessant. Ja, dus echt dat, de Verborgen Impact. Nou, vaste luisteraars hebben die al vaker voorbij horen komen. Ja. En Roman of Worst. Die heb ik wel gelezen en die kan ik je zeer aanraden. Ja. Vooral mensen die nu misschien, jij weet het al een beetje. Jij voelt het al aan, maar mensen die nog een beetje in de mode zitten van, dat zal zo vaak niet gaan. Mm-hmm. Je blijft lekker doen wat je doet. I don't care. Maar dat zeg ik niet goed. I don't judge. Yeah. Maar zij legt gewoon heel duidelijk uit van, het gaat die kant op. Yeah. Dus dat als je een beetje mee wil gaan met de tijd, is die dat boek en die podcast inderdaad. Niet alleen bij mij hoor, het is bij meer mensen geweest. Wel een dikke tip. Je spreekt je ook steeds meer uit hè, over duurzaamheid, dat merk je nu al. Want volgens mij sinds begin 2020 dat het echt een beetje is gekomen van ja, maar waarschijnlijk leeft het al langer in jouw hoofd. Vond je het eigenlijk altijd al een belangrijk thema of is het inderdaad voortschrijdend inzicht?
Nou, het is wel, zeg maar, hoe meer ik ervan wist, hoe meer ik ervan wilde weten. En hoe meer ik ervan wist, hoe minder ik het begreep. Want het is een mega complex verhaal, dat hele duurzaamheid. Ja. En op een gegeven moment had ik gewoon zoiets... Iemand zei ooit, ik weet niet meer precies wie of waar ik dit gehoord heb, maar die zei van... Het is niet egoïstisch om iets te delen. Het is egoïstisch om iets niet te delen. Als jij kennis hebt, dan moet je dat juist verspreiden. En toen dacht ik van... Ja, dat is ook gewoon al waar. Dus waarom zou ik dit nog allemaal voor me houden? Dus hoe meer ik erover ging leren... Ja, hoe leuker ik het ook vond om daar dingen over te schrijven. En ik krijg ook nog gewoon heel veel vragen van mensen daarover. Ook vooral met directe omgeving die dan zeggen van... Ik wil overstappen naar een shampoo bar. Welke merken moet ik gebruiken? Mijn tante zei laatst van... Ik ben jarig en ik wil een shampoo bar. Je moet Maartje maar even vragen welk merk. En een vriendinnetje van mij ook. Toen had ik een winactie online gezet van verschillende shampoo bars. Zei ze van... Ja, ik wil eigenlijk wel meedoen met je winactie. Ik zei, nou, ik heb er nog wel eentje extra. Je mag wel gewoon eentje proberen. Ze zei, oh, dat is echt zo leuk en zo. Dus je merkt van dat heel erg in mijn omgeving... dat mensen het misschien niet heel erg op social media uiten... maar wel heel erg die interesse hebben. En dan gewoon even tussendoor als niemand kijkt... wel vragen stellen van, maar hoe zit dat nou? En... Waarom doe je dit nou op deze manier? En werkt dat echt? En vind je het nou fijn om duurzaam, hè, tussen haakjes te lezen, te leven? Dus ja, dat is ook wel heel leuk. Ja, ja. En vind je het moeilijk om jezelf over duurzaamheidsvraagstuk uit te spreken? Nee, want ik accepteer ook gewoon dat ik nog niet alles erover weet. En dat het ook nog steeds, dat er niemand is die er alles over weet, zeg maar. Omdat het gewoon mega complex is. Maar ik denk wel dat als je erover uitspreekt van wat je wel weet, dat je al heel veel mensen kan helpen. En dat het ook wel echt iets is waar ondertussen het gewoon mega dringend begint te worden. Dus dan denk ik alleen maar hoe meer mensen hierover praten, hoe beter het is. Want als ik dan in mijn Instagram-bubbel zit en iedereen is bezig met duurzaamheid, dan denk ik, jee! En als ik dan op straat loop en dan zie ik mensen plastic in de bosjes gooien en dan zie ik ze... kipnuggets eten van de McDonald's. En I don't know, dan denk ik wel van... Oh ja, weet je, realiteit. Niet realiteit. En laat me alsjeblieft de boodschap met nog veel meer mensen delen. En blijf ook vooral in je omgeving over praten. En ik had het hier met Maartje in de podcast over van... Andere Maartje. Dat sommige mensen die delen alles heel open. Die schrijven er een boek over, die maken er podcast over, die schrijven er blogs over, die maken er een werk van. En andere mensen die doen het onzichtbaar en die doen hun eigen ding op hun eigen manier. En die kopen minder plastic of die eten plantaardig zonder dat ze dat per se heel groot uiten. Of die hebben een bank een brief geschreven van hey, ik wil dat jullie, of hey, ik zou het tof vinden als jullie in groene energie gaan investeren. Of, en zo denk ik dat iedereen heel erg duurzaamheid op zijn eigen manier kan doen. En we vooral ook niet ervan uit moeten gaan dat iedereen het, zoals wij, van de daken schreeuwen. En dat dat ook gewoon oké is als je het gewoon klein en voor jezelf houdt. Ja, nou sterker nog, denk ik dat we soms wel wat meer imperfecte voorbeelden nodig hebben. Saskia Mulder van de Social Reporter, die vertelde mij, en dat vond ik zo'n mooie metafoor. En zij zei van, ja, ik heb op een blauwe maandag ooit getennist. Was er niet zo goed in. Maar zij zei, stel dat ze mij nou hadden laten tennissen met Rafa Nadal. Dan was ik er snel klaar mee. Want dan denk ik, ja, dit kan ik niet. Dit ga ik nooit zo kunnen. Dit is te moeilijk voor mij. Ja. En als jij alleen maar voorbeelden hebt van mensen die... Nou, laat ik op zijn minst zeggen, doen alsof ze perfect doen. Want op Instagram zie je echt niet alles. Hè? Iedereen maakt wel eens keuzes waarvan ze echt wel weten... dit is niet de meest duurzame keuzes. Maar dat is precies wat ik net probeerde uit te leggen. Van, ja, we zitten in een bepaalde systeem. De wereld is op een bepaalde manier ingericht. Dat heb je nou eenmaal. Maar als je iemand hebt die net een beetje duurzamer leeft dan jij... Ja. Die het helemaal niet perfect doet. Of de indruk wekt dat hij perfect doet. Iemand die net een beetje duurzamer leeft dan jij. Dat zijn de mensen die je kunnen inspireren. Dat zijn de mensen die jou weer een treetje omhoog kunnen halen. Ja. Maar niet iemand die 20 treden voor jou staat. Nee, eentje. Ja, dat is net als met hardlopen. Als je een wedstrijd loopt, heb je altijd iemand die net even iets harder loopt dan jij. Maar dan kan je er wel, zeg maar, bij aan blijven sluiten. En dan loop je samen over de finish. En dan spreek je diegene na en zeg je, thanks man, door jou ben ik door gaan lopen. Of heb ik jouw tempo vast gaan houden. En dan zegt hij terug van... Ja, ik door jou ook.
En anders, als jij niet naast me had gelopen, dan was ik al veel eerder gestopt. Maar nu had ik het gevoel dat iemand in mijn rug een soort van achter me aan hijgde. Ja. En zo komen we allebei met een toptijd over de finish. En echt niet zo snel als een marathonloper of zo. Nee. Maar wel voor ons doen, zeg maar, het best haalbare. Juist. Dus het kern van het verhaal is... kijk, mensen die het perfect doen is leuk. Of die de indruk wekken dat ze het perfect doen. Ik blijf benadrukken. Maar zoek ook wat realistischere voorbeelden voor jezelf op. En over die zelfliefde gesproken, gun het jezelf dat het een proces is. Ja. Want als je gaat denken van het is alles of niks, dan gebeurt er vaak niks. Ja. Een heel klein groepje die kan het. Die gaat van dag één, van de een op de andere dag naar niks naar alles. Ja. Maar de meeste mensen die denken dan toch van nee. Nee, en... Mensen zijn er ook niet voor gemaakt om opeens te veranderen. Nee. Als ze heel erg in gewoontes zitten, dan willen ze vooral blijven doen wat ze doen. Ja, en dat daar zijn kunnen, nou ja, bijvoorbeeld een soort vision board, waarbij je misschien dingen kan afstrepen zelfs, heel erg kan helpen. Dat je een soort zichtbaar maakt van wat vind ik nu belangrijk, waar wil ik in veranderen. En als je dan kan opschrijven wat heb ik nou eigenlijk allemaal al bereikt, dan zul je zien dat het meer is. Het lijkt altijd alsof je nog meer wil, maar als je het gaat opschrijven, dan zie je opeens, wow. Eigenlijk, als ik, dat heb jij vast ook inderdaad, als je nu kijkt hoe je vorig jaar al te vergeleken met nu. Dat je denkt, het is allemaal heel geleidelijk gegaan, maar als je erover na gaat denken, is het echt een hele grote verandering. Ja, er is ook zo'n hele mooie quote van, dag na dag verandert er niks, maar als je terugkijkt over een periode, is alles anders. Juist. Dat is zoiets moois. Ja. Ik kan me daar ook heel goed in vinden. Welk vooroordeel had je zelf eigenlijk over plantaardig eten? Vooroordeel? Ja. Dat het dus inderdaad maar voor een selecte groep mensen was die heel extreem waren. Oh. En dat... Je bent er zelf heen. Ja, erg hè? Nee, maar... Welkom bij de club. Ja, thanks. Hartelijk welkom. Nee, ja. En dat komt eigenlijk heel erg omdat ik mijn eigen mening niet durfde te formuleren of uit te spreken. Omdat andere mensen er overheen walsten. Met, ja, maar veganisme is echt niet leuk hoor. Dan moet je ook sokken gaan naaien en zo. En, ja, whatever. Iemand zei ooit, ja, die vegans die eten alleen maar bananen. Oh ja. Oké. Right. Ja. Ah ja. En wat vond je in de praktijk het moeilijkste aan duurzaam leven en plantaardig eten? Eigenlijk is het veel makkelijker dan iedereen denkt. Want wat we net ook al de hele tijd zeggen, het is gewoon iets wat nooit perfect kan. En iedereen kan het op zijn eigen manier. En juist omdat het zo'n groot complex verhaal is, kan je doen wat je zelf belangrijk vindt. En ik vind ook, omdat een stukje zelfliefde vast, maar ook echt onder duurzaamheid. Dus als het dan een keer niet lukt, bijvoorbeeld, ik heb 2 dagen geleden met de studievereniging een ijsje bij de McDonald's gehaald. Ja, oké, dan doe ik dat. Wat zal het zijn? Hoogstens 1 keer per jaar. En dan gun ik mezelf dat of zo. En daar ben ik heel bewust van. En dan denk ik van, dat is gewoon oké of zo, weet je wel. En juist dat maakt het voor mij in elk geval heel haalbaar. Dat ik nu echt, als iemand vraagt van, hoe leef jij? Dan zou ik nooit de neiging hebben van, ik leef duurzaam. Maar dan zou ik hebben van, ik leef gewoon mijn eigen leven. En dat is relatief best wel duurzaam. Maar ja, dat is ook gewoon hoe ik er het blijst van word. Nou, sterker nog, ik denk als je gaat kijken naar de slagkracht die je hebt, zeg, hè? Want wat zeggen ze nou altijd, je hebt je voetafdruk, je hebt ook je handafdruk. Hè? Je voetafdruk is je impact en je handafdruk is hoe jij andere mensen beïnvloedt in je keuzes. En laat ik even vooropstellen, dit is geen oordeel, maar ik doe het niet. Ik ga geen ijsje halen bij de McDonald's. En ik vind het heel prima dat jij het wel doet. Maar als ik er langer over nadenk en je bent daar inderdaad met vriendinnen of medestudenten, wat was het? Wat zal hun meer inspireren om duurzame keuzes te maken? Als jij daar met je hakken in het zand gaat staan en ik ga niet naar binnen. Of als je gewoon inderdaad meedoet, er niet te veel. Er is ook nog een tussenweg, want ik ga nu mijn hakken in het zand staan, maar ik zeg geniet ervan en weet je zo. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die de duurzame transitie heel paradoxaal in de weg zitten, doordat ze het juist zo ingewikkeld maken. Yeah. Of nee, dat is niet waar, ik zeg niet goed. Doordat ze.
zo stug mee om kunnen gaan. Waardoor het voor andere mensen niet meer aantrekkelijk is. Ja, nou, het was ook wel grappig, want we gingen dus lunchen. We hadden de hele dag waren we bezig voor het studieframe. We zijn natuurlijk druk bezig met de introductieweken nu weer. En toen gingen we dus lunchen met z'n allen. We hadden echt een hele dag keihard gewerkt. Het was 3 uur of zo, we zaten op het terras. En ik bestel een vegetarisch broodje, want er stond echt niks op de kaart. En toen dacht ik, ik ben ook gewoon te moe om ergens over na te denken. Ik had een broodje brie besteld. En toen zeiden mensen van, oh ja, jij eet geen vlees, hè. Dus toen toch wel echt die interesse. En ook met al die mensen erover gepraat. En zonder dat ik dus zeg maar per se daar iets over kwijt wilde, waren er zoveel mensen zeiden, ja, ik eet ook vegetarisch. Toen, ja, ik eet ook echt best wel vaak vegetarisch. Ik vind het heel interessant. Ik probeer steeds meer te doen en steeds meer op te letten. En ook omdat het dan, die mensen staan zo dichtbij je. Die, in principe zie je die gewoon elke dag, zeg maar. En je merkt gewoon dat zij ook heel erg getriggerd zijn. Omdat ze zoiets hebben van, ja, maar Maartje die doet ook gewoon hetzelfde als wat wij doen. Die gaat ook gewoon, ze studeert, ze zit hier op school. We zitten elke dag in hetzelfde hoek te vergaderen. En zij eet wel vegetarisch en heel veel plantaardig. En dat doet ze ook gewoon zonder dat daar iets moeilijks aan lijkt. En ze heeft net zoveel energie, het is net zo gezellig. Dus dan is voor hun ook heel erg zoiets van, hé, maar dat is eigenlijk best wel toegankelijk. Ja. En dat is ook eigenlijk precies waardoor ik het nu ook heel makkelijk vind om erover te praten. Omdat in mijn omgeving iedereen er wel heel erg geïnteresseerd naar is. En ook steeds, elke keer krijg ik dan een appje van, ik heb een vegetarische vleesvervanger gegeten vandaag in plaats van een stuk zalm of whatever. En dan, daar word ik ook gewoon heel blij van. Van die mensen die dan toch die kleine stapjes maken, doordat ze dan bij mij hebben gezien dat het eigenlijk gewoon heel easy is. Ja, en doordat je er zelf niet zo spastisch mee omgaat. Precies. Ja. 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 En over een jaar, ik wil je niks aanpraten overigens, maar ik was ook ooit zo, hè. Ja. Ik bedoel, wat is het, 2,5 jaar geleden of zo, was ik ook nog iets, ja, noem het pragmatischer. Ja. Maar op een gegeven moment, dan ben je er gewoon zelf klaar mee. Nou, weet je wat het was? Ik ging die ochtend daarna hardlopen en ik had zoveel pijn in mijn buik. Serieus? Ja. Gewoon echt dat ik dacht van, ik heb brie gegeten, wat echt heel veel, en daarna gewoon soft ijs met M&M's. Zeg maar, totaal niet. Wat mijn normale voedingspatroon is, gewoon licht, plantaardig en veel groente, fruit en wel noten en zo. Ik heb bonen, maar niet zo'n zware brie en M&M's en roomijs of zo, weet je wel. Ja, en ik merkte gewoon echt dat ik er last van had. Dat ik echt dacht van, oké, dit was leuk op dat moment, maar dit gaat echt de komende tijd niet meer gebeuren. Nee, ja, precies. Zo leer je. Ja, precies. Grappig. Wat is jouw nummer 1 advies voor mensen die plantaardig willen eten, maar iets in ze houdt ze nog tegen? Nou, vaak is het trouwens iets om ze heen wat ze nog tegenhoudt. Ja, ik wou zeggen, zoek eerst uit waar het probleem zit. Waarom, wat houd je tegen? En ik denk dat dat een heel belangrijk begin is. Van, bij mij was het heel erg mijn omgeving wat mij tegenhield. Omdat ik dan het gevoel had dat ik niet het moeilijke meisje wilde zijn die dan iets plantaardigs wilde eten. En wat heb ik daaraan gedaan? Is gewoon, eigenlijk, ja, ik zit daar nog steeds wel een beetje in. Dat ik nog steeds wel moeilijk vind om te gaan met andermans meningen. Maar ik probeer er ook gewoon over te kunnen praten. En dan, dat was dus voor mij heel erg een oplossing. Dus als je moeite hebt met wat anderen ervan vinden, ga met die anderen in gesprek van, ik denk dat jullie het vervelend vinden, maar is dat zo? En waarschijnlijk gaan ze zeggen van, nee joh, het is jouw leven. Doe lekker jouw ding waar jij gelukkig van wordt. Ja, dat is echt zo waar, dat mensen dingen zitten in te vullen voor andere mensen. En daar ben ik ook echt zo goed in. En daar heb je echt alleen jezelf maar mee. En dat is super vervelend. Maar het kan ook zijn dat je zoiets hebt van, ik vind het heel lekker en daarom kan ik er niet mee stoppen. En dan, het is heel belangrijk voor jezelf van, waar ligt voor mij het struikelblok? Waar ligt mijn probleem tussen haakjes? Waardoor kan ik niet plantaardig eten? En er was ook zo'n hele mooie, ik weet niet meer wie dat zei, die zei van, ja, ik kan geen veganist worden, want ik vind bacon veel te lekker. En stond er onder iemand anders, zei zo van, ditch de bacon en doe de rest lekker plantaardig. En snap je? Ja. If you want to go vegan, but can't live without cheese, then go vegan and eat cheese. Ja, precies. Dus maak het inderdaad ook vooral niet te moeilijk. En dan komt het vanzelf wel. Want daar geloof ik ook heel erg in. Want hoe meer mensen ik spreek die met duurzaamheid bezig zijn. En wat ik ook heel erg bij mezelf merk is, als je eenmaal in één onderdeel geïnteresseerd bent,
Dan volgt daarna de kledingindustrie. Dan volgt daarna plastic soep. Dan volgt daarna de uitstoot van auto's en energie en zonnepanelen. Whatever wat je nog meer kan bedenken wat met duurzaamheid te maken heeft. Ja. En dat is echt als een druppel in het water dat, zeg maar, verspreidt zich. En dat is ook wel heel grappig, want toen ik mijn vriend leerde kennen, toen hij erachter kwam dat ik vegetarisch had, toen hoorde ik echt zo zuchten en steunen van, oh, we hebben er zo één. Maar ja, hij vond me toch al leuk genoeg om dat te overzien. Dus toen zei ik al tegen hem van, ik geef jou max 20 jaar. En dan, snap je? 20? Nou ja, noem even een getal. Maar hij zegt van, nee, ik blijf mijn hele leven, blijf ik gewoon echt vlees eten. En ik zei, nou, max 20 jaar om gewoon even een getal te noemen. En toen zei je van, nou, dat zien we nog wel, dat zien we nog wel. Maar nu, als hij bij mij eet, eet hij gewoon plantaardig mee. En je ziet ook steeds vaker dat zij thuis, als ik dan daar kwam eten, dat was ook best wel spannend. Dat ze zoiets hadden van, oh, maar wij zijn het eigenlijk helemaal niet gewend. En we gooien eigenlijk overal vlees doorheen. Dat ik ook gewoon erbij in de keuken ging staan en dan mijn eigen vleesje meenam, zeg maar. En dan ze gewoon ging helpen. En dat ze laatst stuurde ze een foto van, kijk Maartje, we hebben met z'n allen gewoon vegetarisch gegeten zonder jou. En je merkt gewoon dat steeds meer mensen daar op die manier, ofwel flexitarisch ofwel vegetarisch, nou ja, dat het eigenlijk veel meer normaal wordt. Dus dat duurt echt niet lang voordat dat normaal is. Ik had het hier toevallig met iemand over laatst. Er komt een soort van groene revolutie. En er zijn nu een aantal mensen die heel erg, nou ja, misschien wel activistisch daarin staan. En dat heel erg aanmoedigen om iedereen mee te helpen. En je hebt een aantal mensen die wachten gewoon totdat dat gekanteld is. En dat ze vanzelf, zeg maar, die kant op gaan. Ja. En dat is ook prima. Je hebt een paar mensen nodig die even extra herrie maken. En dan komt daarna de rest vanzelf wel. Tobias Leenaert, die omschreef het zo. Hij zegt, als vegan village zou bestaan, ligt het nu nog op een berg. Dus je moet omhoog. Ja. Maar op een gegeven moment breidt het zich uit naar een dal. Dus dan ga je omlaag en dan is het niet zo ingewikkeld meer. Ja, precies. En op een gegeven moment wordt het gewoon platteland en dan is het normaal. Dan zakt alles in. Ja, oh ja. Zoiets. Ja. Tot slot, vertel nog eens even over je boek waar je mee bezig bent. Ja, ik ben dus een boek aan het schrijven. De Kracht van Teruggeven heet het. Kijk. En dat gaat over duurzaamheid, over gezondheid en over fitheid. Dat zijn de drie hoofdthema's. En daarin vertel ik in eerste instantie over, wat is duurzaam? Want, nou ja, zoals we net al eruit waren, dat het best wel een complex geheel is. En ik probeer het heel toegankelijk op te schrijven. Dus dat het echt een soort inspiratieboek is, met heel veel feiten en cijfers en kennis vanuit mij. Maar ook heel veel vraagstukken en mogelijkheden. Maar ook wel makkelijke en praktische tips die je dus zelf meteen kan gaan toepassen. En het is eigenlijk, het gaat je een beetje aan het denken zetten. En bijvoorbeeld ook over of duurzaam duur is. Nou, dat is natuurlijk, heel vaak wordt dat één op één gezien. Maar is dat wel altijd zo? En nou ja, alles een beetje nuanceren. Maar ook over plastic bijvoorbeeld. Plastic wordt nu heel erg afgeschilderd als iets wat echt heel slecht is. Maar er zitten ook heel veel positieve kanten aan plastic. En hetzelfde met palmolie bijvoorbeeld. En dat probeer ik dan heel erg te nuanceren. Dus vanuit alle invalshoeken te laten kijken. En ook wel, natuurlijk, zoals we er nu mee omgaan met palmolie en plastic is niet oké. Maar om nou alles in één keer niet meer te doen, dat is ook geen oplossing. Dus ik probeer heel erg daarin alle verschillende mogelijkheden te laten belichten. En ook gewoon de lezer zelf aan het denken te zetten van, wat vind jij hier nou van? En een stukje bewustzijn te creëren. En hetzelfde eigenlijk met sporten. Dus het hoofdstuk over fit gaat dan over zowel fysieke als mentale gezondheid. En dan ook heel erg van, je hoeft niet 7 keer per week of 3 keer per week in de sportschool te staan om fit te zijn. Fit zijn is veel breder dan dat. Wandelen valt ook onder sporten. Terwijl heel veel mensen dat gewoon zien als wandelen. En dan doe ik wel niks. Precies. Ja. Dus het is ook heel erg, en dan wel ook een beetje fysiologisch onderbouwd van, hoe werkt het dan met spieren? En waarom, hoe kan het dan dat dat kleine stukje wandelen toch zo goed voor je is? En hoe werkt dat dan met herstellen en spieren en spiervezels qua opbouwen en de muscles, zeg maar, de bodybuilders. Hoe werkt dat dan precies? Maar ook heel erg met energiesystemen. Maar ook echt een stukje over mentale gezondheid. Dus heel leuk, al dat duurzame en mentale, of met het fysieke, het sporten en duurzaam. Opeens moet je alles doen, maar dan dus het mentale stukje over van, oké,
komt er jezelf en zelfliefde en vooral een stukje bewustwording. Dus ja, het is in die zin best wel breed. En ik ben nu bezig met het hoofdstuk over gezondheid. Dus daar moet ik ook nog heel veel dingen voor verzinnen wat er nou precies allemaal in komt. Maar ik wil het eigenlijk ook veel gaan hebben over hormonen. Omdat die natuurlijk heel veel invloed hebben op je gezondheid, maar ook het functioneren van je lichaam. En ook een stukje over geluk. Want dat is iets wat ik zelf heel belangrijk vind. Ik wil gelukkig leven. Maar het is veel complexer dan ik ben altijd gelukkig of zo. Dat werkt gewoon niet dat altijd zo. Dat bestaat niet. Precies. Dat kan niet. Ja, dus ook heel erg dat inderdaad van alle kanten belicht van hey, hoe zit dat nou precies? En wat is geluk en hoe vind je dat? En hoe werkt het als je niet gelukkig bent? Nou ja, en daar een beetje op inzoomen. En dan nog een beetje benoemen van voedingsstoffen. Zeg maar waarom je nou groente moet eten en fruit. Niet alleen maar van ja, dat is gezond, maar waarom dan? Dus echt inderdaad voor mensen die die nog een beetje in de start staan en die inspiratie zoeken. Ja, het is echt een inspiratieboek op heel veel verschillende vlakken. Waar ik zelf heel veel interesse in heb. Maar waar ik ook wel heel veel vragen over krijg van anderen. En het is dus inderdaad wat je zegt. Een beetje voor de mensen die willen beginnen met. Oké, ik wil gezond gaan leven. Of oké, ik wil duurzamer leven. Vertel, weet je wel. Echt die eerste inspiratie zoeken. Maar ook bijvoorbeeld deel ik mijn marathonverhaal. Dus als iemand nu aan het hardlopen is en elke dag of 3 keer in de week 5 kilometer loopt en zoiets heeft, dan ik wil het eigenlijk naar next level tillen. Weet je wel? En dan soort van ook inspiratie van als ik een marathon kan lopen, dan kan jij dat ook. En op die manier ook, ja. Dus het is wel echt voor, in die zin, nou ja, beginners klinkt natuurlijk heel stom, maar het is echt een inspiratieboek. Maar er zitten ook wel veel persoonlijke verhalen in. Om je toch even over de streep te trekken. Anekdotes. Ja. Ja. Hey, ik zit nog even te denken. Je hebt het over mentale gezondheid, hè? En toen zei je heel terecht overigens ecorexia, noemen ze dat wel? Ja, staat ook in mijn boek. Ja, een goede term daarvoor. Ja. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook wel, komt nu ook wel een beetje, wordt meer over gedeeld. Wat doet eigenlijk die. Nou ja, we hebben allemaal de klimaatdip of zo. Of dat je dan ook nog een nieuwsbericht. As we speak, ligt nog steeds dat schip voor Mauritius bijvoorbeeld. Yeah. Met die olieramp. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar het doet met mijn mentale gezondheid ook heel veel. Yeah. En niet altijd het gevoel te hebben dat het snel genoeg gaat. Of dat je niet echt serieus wordt genomen bij de politiek. Dat economische groei nog altijd voor ecologische groei gaat. Ik weet niet of je daar wat over wilt vertellen, maar heb jij daar, ervaar je dat? Nou, ik heb dat, ik heb die term, zie ik al een tijdje voorbij komen. Eerst kon ik daar nooit zo in herkennen. Toen dacht ik van, ik heb er eigenlijk geen last van. Ik vind het allemaal wel, ik kan het allemaal wel aan. En toen laatst, toen was het zo, nee, het was zo warm de afgelopen paar weken. Ja. En toen zat ik wel echt te denken van, maar stel dat dit nu gewoon elke zomer warmer wordt. Dan heb ik wel gewoon een probleem. Want ik functioneer gewoon niet goed in deze hitte. En dan komt het opeens heel dichtbij. En ook dat ze zeiden van, nou ja, er zijn al verschillende watertekorten. En er wordt geactiveerd niet meer te sproeien. En dat zijn toch wel momenten dat ik denk van, shit, dit gaat wel, zeg maar, nu wordt het gewoon serieus. Dus ja, ik heb dat wel afgelopen paar weken gevoeld. Dat ik denk van, ik kan niet genoeg doen, omdat het te groot en te dichtbij al is. Maar ja, ik ben dus het boek van Rutger Bregman aan het lezen, van De Meeste Mensen Deugen. En het is gewoon vertrouwen hebben. En we kunnen er nu, tenminste, ik kan er nu niet meer aan doen dan dat ik nu doe. En dan is het gewoon afwachten. En ondertussen gewoon lekker genieten. En ja, ik vind het wel moeilijk hoor, dat die term geïntroduceerd is, want dat betekent dat er meerdere mensen last van hebben. En dat is gewoon vervelend. Want dat, wat je zegt, het doet wat met je mentale gezondheid. En dat is zo belangrijk. Ja. Dus het is wel echt iets waar, ik denk, waar nu gewoon veel meer onderzoeken naar gedaan moeten worden. En waar ook meer mensen over zich moeten uitspreken. Van, hoe werkt het bij jou? En vooral ook inderdaad blijven praten met mensen. En aan de andere kant, het gewoon over je heen laten komen. Want heel veel meer dan dat kunnen we toch niet laten doen. Nee, we hebben geen controle. Nee. Ja. Of willen we het nog zo graag. Ja. Nou ja, het is hetzelfde met nu corona, toch? Ik wil ook dat het weggaat.
En per direct het liefst. Ja. Maar je hebt daar niks over te zeggen. En dan is het nu gewoon doen wat je verteld wordt of zo. En er maar het leukste van maken of zo. Ja. En corona is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar... Nou, ik heb wel berichten gehoord dat mensen... Ik vraag me niet om het nou precies te reproduceren, maar dat mensen inderdaad aangaven dat de crisis waar we nu in zitten is eigenlijk wel in een soort van sneltreinvaart. Kan dat ook, zeg maar, een klimaatcrisis zijn? Klimaatcrisis ja. Komt natuurlijk... Ja, we zitten erin. Slash, het komt op ons af. Ja. De crisis is er al, maar het bewustzijn komt op ons af, denk ik. Ja, exact. En we kunnen misschien ook niet echt een beeld erbij vormen. Wat gaat er dan precies gebeuren? Het klinkt misschien een beetje gek wat ik nu ga zeggen. Maar ik denk dat het wel goed is om te horen dat... ook als je nu luistert, dat je echt niet de enige bent die klimaatdipjes... Of geef het een naam, die gewoon af en toe machteloosheid ervaart. En, ja. Ja, zelfs, ik moest er echt wat om huilen hoor. Dat ik denk je doet zo je best. Ja. En dan, nou, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld vind ik altijd inderdaad warme dagen. En wat gaan mensen massaal doen? De barbecue aanzetten. Ja, dat versterkt elkaar. Heb jij de memo niet gekregen? Dat het niet echt handig is. Ja. Maar ja, dan ook inderdaad, uitgaande van het boek, de meeste mensen deugen. Mensen doen dat echt niet altijd uit pure... een wandaad willen doen. Nee, ze weten ook niet. Laat ik nou de ui nog eens even extra verwarmen. Nee, daar denken mensen natuurlijk helemaal niet over na. Ja. Dus, Heb jij nog een laatste boodschap die je wil meegeven aan mensen? Dat je zegt van, nou, dat is een mooie afsluiting. Nou, ik denk gewoon dat het belangrijk is dat je positieve vibes altijd, zeg maar, verspreidt als een soort van elfjes glitter. Ja. En in welk stadium van duurzaamheid, gezondheid, fitheid je nu ook zit, dat je dat gewoon accepteert. En dat je jezelf niet moet vergelijken met iemand anders die al veel verder is, maar dat je echt je eigen pad moet bewandelen. En dat je daar ook gewoon trots op mag zijn. En inderdaad af en toe even terugkijken van, hey, kijk waar ik nu al ben. En intussen een beetje lief zijn voor jezelf. Ik vind het een mooie boodschap. Dankjewel voor je tijd. Ja, jij ook bedankt. Ja, dat was het gesprek met Maartje Bregman. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat het je weer geïnspireerd heeft. Ik hoop dat je er inzichten uitgehaald hebt. Praktische tips misschien over hoe zij dingen aanpakt. Mocht je nou benieuwd zijn naar haar blog, haar Instagram of haar boek natuurlijk. Wil je dat pre-orderen? Op dit moment is het in de pre-order namelijk. Ga dan eventjes naar de show notes. Daar vind je alle linkjes. Kan je direct doorklikken. En mocht je die superlekkere dadels van Yugi en Youssef willen bestellen, vergeet dan niet om af te rekenen met de code LOPKETIEN. Ook daarvoor vind je een linkje in de show notes. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Hou mijn Instagram of nieuwsbrief in de gaten om als eerst op de hoogte te zijn van al die gave dingen die gelanceerd worden. Zoals dus dat gratis te downloaden 3-daagse plantaardige dagmenu. Dat komt echt heel binnenkort online. En als je dit luistert op het moment dat het al online is, ga dan naar mijn website en download het dagmenu, want daar krijg je echt geen spijt van. 9 gratis recepten, makkelijk te maken, super gezond, 100% plantaardig, dus dan ben je super duurzaam bezig. En tot slot wil ik nog even in de herhaling gooien, als je deze podcast luistert op Apple Podcast, vergeet dan alsjeblieft niet om een sterrenbeoordeling te geven en een review te schrijven. En vergeet je niet op welk platform je dan ook luistert om je te abonneren op deze podcast. Want dan mis je geen aflevering meer. Maar belangrijker, hoe meer abonnees, hoe hoger de podcast komt in de toplijsten. En dan wordt die weer makkelijker gevonden. En op die manier help jij dus ook dat de duurzame boodschap makkelijker verspreid wordt. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.